Laravel, ja, misschien ken je het, misschien dat je er nog nooit van hoort, net als ik. Maar het is krachtig gereedschap en het gaat jou helpen. En dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw online business. En gelukkig zijn we hier dus bij Enrise in de bistro weer aan de A1. En hebben we hier mensen die wel heel veel van Laravel weten. Want ik zit hier met Bobby Bouwman. Welkom. Goedemorgen. Jij bent onze Laravel evangelist, evangelist. Hoe spreken we dat uit? Is dat Engels? Evangelist, ja. Evangelist, je predikt in ieder geval het Laravel evangelie. Ja. Je sprak al op Laracon in Amerika, in New York. PHP Day in Verona, ook niet verkeerd. Vandaag ben je gelukkig gewoon bij ons. Meestal ben je gewoon bij ons, want je draait hier projecten met Team Artisans. Het nummer 1 MVP-team van Nederland. Wat dat betekent, gaan we het straks over hebben. Maar we kunnen wel zeggen, een van de effectiefste innovatiemachines van ons land. En dat hoef jij niet te zeggen, dat mag ik gewoon zeggen. Ja, precies, ja. Ik ben van marketing, ik zeg dat gewoon. Ja. Gewoon knikken. Maar laten we bij het begin beginnen. Want wat is Laravel precies? Nou, Laravel is een ontwikkelframework gebouwd in PHP. Het is op dit moment het populairste ontwikkelframework in de PHP-wereld. En Laravel is eigenlijk gewoon heel sterk omdat er een hele grote community achter zit. Heel veel tools zijn er omheen gebouwd en dat zorgt er gewoon voor dat je heel snel iets kan neerzetten. Ja, en dan PHP is een programmeertaal, ja. Speciaal voor het web. Ja. Ja, voornamelijk voor het web inderdaad. Ja, ja. Onder andere de basis van bijvoorbeeld WordPress, bijna iedereen kent. Ja, eigenlijk draait 70% van het internet op PHP, dus dat zegt eigenlijk al hoe groot het is. Ja, maar dan hebben we PHP en dan hebben we dus ook nog een framework nodig. Kun je dat uitleggen, wat dan het nut is van nog een framework daaromheen? Ja, het framework is eigenlijk een soort beginstap. Dus stel dat je een auto hebt en je hebt eigenlijk alleen een carrosserie met wielen en een stuur. Dat is eigenlijk je framework. En alles wat je eromheen hebt, zoals wat voor bodywork erop zit, wat voor kleurstuur je uiteindelijk gaat hebben of wat voor spiegels je hebt, dat zijn de dingen die je er extra op kan bouwen. En dat framework zorgt gewoon voor dat je een goed startpunt hebt. Ja, dus je hebt heel veel dingen al standaard. Ja. Kun je uitleggen waarom dat belangrijk is? Nou, ten eerste is het gestandaardiseerd, dus je hebt een bepaalde standaard waar je mee kan werken. Dat is makkelijk ten eerste verkopen, maar ook makkelijk als developer. Je weet gewoon welke tools je al beschikbaar hebt, zoals bijvoorbeeld inloggen en met two-factor inloggen bijvoorbeeld. Dat zijn tools die standaard beschikbaar zijn. En voor de rest zorgt het ervoor dat je als developer heel snel kan beginnen aan de core functionaliteit van zo'n applicatie. En je wil niet bezig zijn met elke keer het inloggen uitwerken, want dat trucje kennen we ondertussen. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Laten we dat alsjeblieft gewoon in een framework laten en dus gewoon lekker beginnen met bouwen. Inloggen, dingen als beveiliging, dat is gewoon geregeld. Ja, je database laag, dat zit er standaard allemaal in. Dat hoef je niet opnieuw uit te vinden. Ja. En je had het ook over community, dat noemde je net al. Ja. Daar gaat het vaak over. Als je het hebt over frameworks en bepaalde softwareproducten, dan hoor ik altijd vanuit jullie, hoe is de community? Is er een beetje een community? Kun je uitleggen waarom dat nou zo essentieel is, juist bij een softwareproduct? Ja, een community zorgt ervoor dat er veel animo is en dat het ook zo'n framework battle-tested is. Alsof veel mensen het gebruiken en veel mensen elkaar helpen om er te... Heerlijk. Ja, mooi woord is dat, hè? Ja. Dus jullie zijn de warriors die ten strijde trekken iedere dag en dit werkt gewoon. Zeg maar. Ja, precies. Als elke week een nieuwe versie uitkomt of nieuwe features worden, dan, omdat het zo groot is, wordt het door heel veel mensen getest. Dus dat er een bug in zit, die kans is eigenlijk vrij klein. Dus dat maakt het eigenlijk battle-tested daardoor. Ja. En zo'n grote community zorgt ook voor dat er grote events zijn. Dus zoals een Laracon, wat je dat noemde in Amerika. Ja, dat zijn events waar dan 900 developers op afkomen. Ja, dat zijn echt mega-events. Er zijn weinig frameworks die een eigen conferentie hebben op zo'n schaal. Ja, en dus als jij ergens niet uitkomt met Laravel, het komt voor, denk ik. Het komt voor, zeker. Het komt voor, niet vaak natuurlijk. Nee, precies. Dan is er ook, die community kan jou helpen met er is een klein kansje dat het eigenlijk nog nooit is voorgekomen. Ja, precies. Er is gewoon heel veel op internet te vinden over hoe dingen werken. Heel veel tutorials, videoseries, noem maar op. Er is gewoon zoveel content te vinden, boeken. Ja, eigenlijk is dat oneindig, omdat er zo'n grote community is. En mensen proberen natuurlijk geld aan te verdienen als community. Maar dat is natuurlijk wel de manier hoe zo'n community groeit en al die kennis beschikbaar komt. En dat maakt een community heel sterk en zo'n framework ook heel sterk. Als dat er niet zou zijn, dan zou het nooit zo populair zijn geworden en zo groot. Dus andere frameworks die niet zo groot zijn, die hebben niet al die videoseries omheen zitten. En
ja, dat commerciële mist erachter. En dus dan wordt het ook niet zo groot en is de kans ook niet heel erg groot dat het over 5 jaar nog steeds bestaat. En nou, ik durf wel mijn hand in het vuur te zeggen dat over 15 jaar dat LAVO nog steeds bestaat. Dus dat, ja, en ook daarvoor geldt. Kun je uitleggen waarom dat belangrijk is voor bijvoorbeeld als ik een app heb draaien of een e-commerce toepassing of iets dergelijks. Waarom is het belangrijk dat die frameworks blijven? Nou, ten eerste, als je vaak als je bedrijf volledig gericht is op internet, of een groot gedeelte is gericht op internet, dan wil je dat stabiel en lang blijft draaien. Je wil niet elk jaar een nieuwe tool moeten bouwen of een nieuwe webshop moeten bouwen. Dus het liefst bouw je iets wat 3 tot 5 jaar meegaat, of in ieder geval wat 3 tot 5 jaar goed kan draaien en dat daarna misschien een grote update nodig heeft om weer verder te kunnen draaien. En als je weet dat je een tool gebruikt die over de 10 jaar, over de komende 10 jaar nog steeds bestaat en battle-tested is, ja, dan weet je gewoon dat je goed zit. Oké, Larevel. Grote community, veel standaard toepassingen. Maar hoe zetten we dat nou in? Waar zit Laravel zeg maar in ons systeemlandschap? Ja, dus Laravel is heel erg goed in het snel opzetten van een applicatie. En het is voornamelijk heel erg gericht op koppelingen met derde partijen. Koppelingen met notificatiesystemen. Koppelingen met queue-systemen. Dat is een moeilijk woord, queue-systemen. Ja, queue-systemen. Ja, dan stel dat je bijvoorbeeld een je hebt bijvoorbeeld een nieuwsbrief die je elke maand verstuurt en je hebt een tool om die nieuwsbrief te maken, dan moet je al die e-mails uitsturen. In één keer 10.000 e-mails uitsturen is niet echt een oplossing. Dat moet je heel lang wachten. En een queue-systeem kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je al die e-mails één voor één op de queue zet en dan worden ze langzaamaan verwerkt als de server daar tijd voor heeft. Dus dan heb je niet in één keer die load op je server, maar dan wordt het gewoon verdeeld over de tijd dat er niks gedaan wordt op je server. Dus daar is een queue-systeem heel handig voor. Nou, dat zit bijvoorbeeld standaard in Laravel ingebouwd. En het queue-systeem van Laravel is heel erg krachtig. Heel veel andere tools hebben dat niet standaard. Dan moet je dat zelf weer installeren of zelf iets daarvoor bouwen. Nou ja, dat maakt het gewoon al een heel erg fijn onderdeel daarvan. En daarnaast heeft Laravel ook een heleboel andere tools eromheen. Zoals een standaard admin panel genaamd Nova. En er zijn een heleboel tools ook rondom de hosting. Dus het opzetten van een server. Daar heb je bijvoorbeeld Laravel Forge voor. Dat is een gestandardiseerde manier om een server op te zetten. Er is een tool genaamd Envoyer voor het deployen van applicaties. Die zorgt ervoor dat je zero downtime deployments hebt. Ook weer zo'n mooi buzzword. Zero downtime. Deployen, dat is het uitrollen naar productie. Ja, het uitrollen naar productie inderdaad. Ja, dus je website eigenlijk live zetten. Ja. Maar Envoyer zorgt ervoor dat het de zero downtime deployments zijn. En dat, door al die tools te combineren heb je eigenlijk in relatief weinig werk. Heb je een hele straat staan met het live zetten van je applicatie. En een heleboel tools die al beschikbaar zijn om dat te kunnen doen. Ja, maar dan zit Laravel dus eigenlijk altijd wel in de back-office, zeg maar. Dus je bouwt geen apps of websites in Laravel. Het is die laag eronder, zeg maar. Ja, die kan ook websites bouwen in Laravel. Dus zeg maar een app niet, want dat is natuurlijk helemaal los. Dat is iOS en Android. Maar een website kan je wel bouwen. Dus het stukje wat zie je in de browser, dat kan je ook in Laravel bouwen. Laravel is dus heel, nou dat is wat ik eigenlijk al zei, het is een heel krachtig gereedschap. Je kan er heel veel dingen mee doen. Je kan er ook heel snel dingen mee maken. Maar als je nou één ding zou moeten kiezen, dat is nou echt de allergrootste kracht van Laravel. Wat is dat? Ja, ik zou dan toch wel willen zeggen dat het echt een soort middleware-laag is. Dus het zit tussen allerlei systemen in. Je kan heel makkelijk een database koppelen of een externe partij zoals Molly of Buckaroo voor de betalingen. En je kan het ook heel makkelijk beschikbaar stellen als API, waardoor je hem kan koppelen aan een app of aan een website aan de voorkant. Wat dus een losse bestaande website kan zijn. Ja. Maar dat kan ook een website zijn die in Laravel zelf draait. Maar als middleware laag, dat is eigenlijk de plek waar je alle data verzamelt en de data weer beschikbaar stelt voor andere systemen. Dus ik moet me dat eigenlijk zo voorstellen als er is een soort blok in het midden. Dat is Laravel, of iets wat jij hebt gemaakt in Laravel. Want het is een framework, hè? Ja. Je kan niet Laravel aanzetten. Nee, of zo. Nee, dan heb je niks. Nee, nou, dan heb je gewoon een lege pagina. Ja, precies. Ja, precies. Dan heb je wielen en een motor en een stuur, maar het zit nog niet in elkaar. Nee, precies. Dus je maakt iets in Laravel en alles wat binnenkomt, of dat nou uit je eigen databases komt of van een betalingsprovider of zo, dat gaat daarin. Ja, dat verzamel je. Ja. En Laravel verdeelt dat weer. Ja, die kan dat beschikbaar stellen inderdaad naar andere systemen. Of... Ja. En dus die data verwerken. Eventueel met een queue ertussen, als tussenlaag, hè, om die data te verwerken. Dat kan ook, als je veel data moet verwerken. Ja, en dan ben ik zo'n vervelende opdrachtgever die heeft één app besteld. Ja. Met 2 databases erachter. En nou, het project is natuurlijk gewoon hartstikke mooi goed gegaan. Dus 3 maanden later zeg ik, ik wil eigenlijk nog wel een app bij of een website. Ik heb hier een database van een leverancier. Met levertijden voor mijn webwinkel of wat dan ook. En ik wil graag mijn mensen een
beheerinterface geven. En dan zeg jij... Ja, kom maar op. Heerlijk. We hebben dan zeg maar de LAVAL middleware laag. En ja, we hebben meerdere bronnen aan data. En wat je eigenlijk wil doen is die data normaliseren naar één plek. Dus bij ons in de database opslaan bijvoorbeeld. En vervolgens kun je die data gaan tonen in zo'n admin panel. En dan zou je bijvoorbeeld LAVAL Nova voor kunnen gebruiken als admin panel. En als je data eventueel moet synken weer terug naar de andere kant, dan kan dat natuurlijk ook. En daarbij betekent normaliseren dat je alles in een formaat hebt waar je makkelijk mee kan werken. Ja, alles dus in hetzelfde formaat. Het formaat wat wij fijn vinden dan inderdaad. En synken betekent dat onze Laravel-laag en de database bijvoorbeeld bij een externe dataleverancier, dat daar hetzelfde in staat. Ja, inderdaad. Kijk, dat bijwerken. Even, development voor de boek. Ja, precies. Ja. Dus dan stel ik me voor dat je een soort... Ja, het wordt eigenlijk een soort spin... Ja. Een spin met oneindig veel poten. Ja. Terwijl als je die tussenlagen niet zou hebben, dan lijkt het eigenlijk meer op een soort van bord spaghetti. Ja, dan kan het snel een zooitje worden inderdaad. Ja. Ja, en nog één keer, wat is dan... Want je moet dat ding wel maken, die tussenlagen. Dat kost extra geld. Het kost ook... Het is ook een slag ertussen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als ik levertijden of betaalgegevens in mijn app wil hebben, dat het sneller en makkelijker is om te zeggen van, nou ja, we trekken even een lijntje ertussen. We koppelen dat even snel. Ja, ja, helaas is dat in de praktijk niet zo. Er zijn natuurlijk wel standaard oplossingen tussen een... Je hebt bijvoorbeeld een mobiele app en een betaalsysteem, en dat daartussen een bestaande oplossing zit. Alleen vaak zit daar bepaalde configuratie aan vast. En dat is het enige wat mogelijk is. En bij Enrise over het algemeen maken we custom software. Dus we bouwen dingen die of nog niet bestaan, of die bepaalde businesslogica bevatten die gewoon niet in een standaard systeem passen. En dan is zo'n tussenlaag in LAVAL helemaal perfect, want je kan erin doen wat je wilt. En omdat we het vanaf het begin robuust opzetten, is het ook mogelijk om het later makkelijker uit te breiden met andere tools of andere systemen waar je eventueel heen zou willen. Misschien is het gewoon goed om dit eventjes grafisch te maken. Ja, je hebt je computer bij je. Ik heb mijn laptop mee. Ik weet dat je dat heel snel. Ik weet dat je dat heel snel kan ook. Ja, dus we kijken eigenlijk naar een stukje middleware, dat is de basis. En vanuit daar kunnen we stukken toevoegen. Dus je noemde net een externe database en we hebben er nog één. En die data gaan we dan in die middleware stoppen en die stellen we dan beschikbaar via een API bijvoorbeeld aan de klant. Of API, dat is Application Programming Interface, dat is hoe internetapplicaties met elkaar praten. Ja, precies. Ik begin er langzaam in te komen. Ja, je wordt er steeds beter in. Dat jargon van jullie. En als er dan ineens een derde partij komt, wat dan ook, dan kunnen we die gewoon toevoegen aan de spin. En die maken we dan, die zorgt ervoor dat die data in de middleware terecht kan komen en dat wat koppelen. We noemden net ook nog het admin panel, dus die zou je eventueel nog toe kunnen voegen. Die staat er dan ook netjes bij. Ja, betalingen. Betalingen. We hadden het net over Buckaroo of Molly kunnen we makkelijk koppelen. Daar hebben we ook veel ervaring mee, dus dat is een fijne partij om mee samen te werken. Wat bijvoorbeeld een API is die je heel vaak gebruikt, is bijvoorbeeld de adressen API. Als je je postcode invult en je huisnummer, dat er automatisch de straatnaam komt te staan. Nou, dat zijn dingen die je heel vaak koppelt. Want dat is gewoon makkelijk voor de eindgebruiker. Ja. En dit diagram waar we nu naar kijken, dat kan dus in principe eindeloos groeien. Want je doet eerst een soort van eerste product, een eerste werkende app. En langzaamaan, in de 2-3 jaar dat zo'n product draait, kun je steeds dingen toevoegen. Dus je kan steeds dingen toevoegen inderdaad. Maar het blijft natuurlijk wel belangrijk om te blijven kijken naar, is dit nog steeds de structuur die we willen hebben? Gebruiken we deze databronnen nog? Kunnen we ze misschien combineren voordat we ze aanspreken? Dus het is wel goed om te blijven kijken naar wat doen we nou eigenlijk met die data. Maar in theorie is eigenlijk alles mogelijk. Alle data die er is, kunnen we gewoon verzamelen in die middleware en beschikbaar stellen in een app of in een API. Maar je zegt dus, je kan ook wel eens iets weggooien. Je kan zeker iets weggooien of opruimen of misschien van het ene systeem naar het andere systeem migreren. Want ik kan me voorstellen dat als jij als bedrijf een webshop hebt en je hebt 3 datahouses waar je gegevens staan, misschien is het handig om toch alles in één systeem te zetten. Nou, zo'n middleware is dan ook perfect om eerst al die data te verzamelen, dat te normaliseren en dan alsnog naar die derde partij toe te sturen. Dus dat zou zeker een goede optie zijn. Interessant. En dan natuurlijk, mijn vraag van, heb je concrete voorbeelden van wat je hier nou mee kan bouwen of hebt gebouwd? Ja, zeker. In theorie kunnen we natuurlijk alles bouwen. Maar wat we recentelijk hebben gebouwd is bijvoorbeeld een reserveringssysteem voor een padelvereniging. En dat reserveringssysteem is best wel complex, omdat je ook... je wil geen gaten hebben tussen je planning. Dus er is een heel systeem of een heel algoritme zit erachter om te bepalen welke blokken er beschikbaar zijn en welke niet. En als je een reservering aanklikt, heb je verschillende tijden die je kan reserveren bijvoorbeeld.
Nou, daar moet je allemaal rekening mee houden of je een uur, anderhalf uur of twee uur kan reserveren. Nou, er zit ook een heel admin panel achter waar je alles kan beheren. En in het admin panel hoef je dus geen rekening te houden met die 30 minuten bijvoorbeeld. Dat er geen halve uren leeg mogen zijn bijvoorbeeld. Want dat gaat automatisch. En ook vanuit de organisatie is het mogelijk om dingen wel te doen bijvoorbeeld. Dus dat zij als admin wel bepaalde dingen mogen inblokken die je vanuit de eindgebruiker niet mag. Ja. Nou, en zo'n systeem hebben we nu gebouwd in voornamelijk dus dat middleware laag in Laravel. Dus dat hele reserveringssysteem zit daarin. En daar hebben we een webapplicatie opgebouwd. Dus dat draait gewoon in je browser. Die is responsive, dus je kan het ook op je telefoon doen. Maar als je dus later een app zou willen hebben, dan is dat hele reserveringssysteem bestaat eigenlijk al. Je hoeft eigenlijk alleen nog maar de app te bouwen en die te koppelen aan het stukje middleware. Ja. Dus de core functionaliteit bestaat al. Die data moet alleen beschikbaar komen voor de app. En dat is eigenlijk het enige wat we nog moeten doen om een app live te kunnen zetten. Dus dat maakt het heel flexibel. Je business groeit en je hebt eigenlijk met Laravel een soort van IT die met je mee kan groeien. Dat je zegt van nu is het tijd voor een app. Ja. En dan kun je die app ook gaan maken. Ja. En nog meer? We hebben voor een mobiliteitspartij hebben wij een systeem gebouwd waar alle transacties binnenkomen van reizigers. En dat is dan beschikbaar gesteld in een app. En ook in het admin panel. En daarin zijn betalingsgegevens aan eraan gekoppeld. Zodat automatisch in kassen worden gedaan voor de reistransacties en dat soort dingen. Dus dan ook als je bijvoorbeeld niet betaalt, dan krijg je automatisch een reminder. Dus dat zit eigenlijk allemaal in één applicatie gebouwd. En daarnaast hebben we ook nog een systeem gebouwd voor het beheren van windmolenparken. Dus je kan als eindgebruiker kan je inloggen. En een windmolen bij jou in de buurt uitzetten als je daar last van hebt bijvoorbeeld. Oh, dat is nog eens even een API-koppeling. Precies, dat is een hele koppeling geweest tussen allemaal technieken zoals het MQTT-protocol en allerlei verschillende sensoren enzovoort. Ja, over groeien van je business gesproken. Want je zei, vorige week spraken we elkaar en toen zei je ook iets heel interessants over moderne technologie. En de arbeidsmarkt is natuurlijk lastig. Ja. Zou je dat nog even kunnen toelichten? Want dat vond ik interessant wat je zei. Ja, wat je nu erg ziet is dat er best wel wat bedrijven zijn die software hebben draaien wat relatief oud is. Dat sommigen gebruiken een framework wat al 5 jaar geleden voor het laatst geüpdate is of hebben daar niet in geïnvesteerd. En je ziet dat het toch moeilijk is om mensen aan te nemen. En developers die willen graag nieuwe dingen bouwen, die willen nieuwe technologie gebruiken. Dus het is ook zeker de moeite waard om als organisatie daarin te investeren. En over het algemeen bouwen wij iets nieuws, dus wij kunnen altijd de nieuwe technologie kiezen. Maar wij raden ook klanten aan om eigenlijk altijd up-to-date te blijven. Dus ook als het project bij ons naar de klant toe gaat overgedragen wordt of als de klant naar een andere partij gaat, dan is het prima om dat te doen. Maar zorg er ook voor dat je up-to-date blijft. Want dat zorgt ervoor dat je makkelijker developers aan kan trekken. Want die vinden dat leuker om aan te werken. Het is ook veel. De oude frameworks zijn ook gewoon minder populair. Dus het is moeilijk om personeel voor te vinden. En dan kun je dus dankzij de technologie ook als bedrijf verder groeien. Ja, zeker. Zeker. Ja. Super, dankjewel. Dankjewel. Dus, wat is Laravel? Nou, Laravel is een framework waar je eigenlijk alles op kan bouwen. Maar het helpt je vooral om heel snel dingen te bouwen. En er zitten heel veel dingen zitten er standaard in. En het helpt je ook om up-to-date te blijven met de technologie. En dat is weer belangrijk om ook als bedrijf en met je mensen te groeien. Dus, dit was Enrise Business Talks. En ik zie je bij de volgende. Ben je nou geïnteresseerd in wat Laravel voor jouw business kan betekenen en wil je misschien een uurtje brainen met Bobby hierover? Dan kun je dus hier beneden het formulier invullen en dan nemen we contact met je op.